Hallo iedereen, ik hoop dat jullie het goed stellen. Wel, normaal ging ik geen video meer maken, maar ik wil toch even een babbeltje doen met Grégoire. Want ik zit hier niet ver van de oprit van de autostrade. Want het is ongeveer, hoe laat is het? Het is bijna 2 uur. En normaal ga ik zo tegen 2-3 uur naar mijn ouders om een koffietje te drinken. En dus, ik ben een beetje vroeger vertrokken, omdat ik hier op een bankje wil zitten. Kort bij de oprit van de autostrade. En ik wil een beetje babbelen met Grégoire. En misschien zijn er nog mensen die willen luisteren. Want ik wil even vertellen over het feit dat ik een school wilde oprichten. Mensen die mij al volgen sinds het begin, die weten dat ik dat heel, heel graag zou doen. En zelfs als, Grégoire, zelfs als ik dat nu niet helemaal in detail ga uitleggen, wil ik toch even de grote lijnen met jullie bespreken. Hoe was dat gekomen? Ja, dus ongeveer 5 jaar geleden ben ik teruggekeerd naar de universiteit en heb ik gestudeerd? Pedagogie. En toen ik dat studeerde, dan heb ik zo wat meer informatie gekregen over scholen, over onderwijs, ook over statistieken, dus hoe het staat met het onderwijs in België. En de conclusie was dus, ja, er staat hier een auto juist naast mij. Even wachten. Ziezo, de auto is vertrokken. Dus wat zeggen die statistieken? Dat het onderwijs in België er niet zo goed aan toe is. En vooral in Wallonië. Nu, ik wil hiervan geen communautaire kwestie maken. Ik wil mij niet positioneren, niet voor het Nederlandstalig onderwijs, niet voor het Franstalig onderwijs. Maar we zien toch uit de officiële resultaten van bijvoorbeeld PISA. PISA, P-I-S-A, dat zijn dus vergelijkende studies over scholen in Europa, in de wereld. En ze maken een soort rangschikking van, laat ons zeggen, van bepaalde elementen. Dus dat gaat over begrijpend lezen, dat gaat over wiskunde, er zijn een aantal elementen die geanalyseerd worden en dan wordt er een rangschikking gemaakt. En dus België, maar vooral het Franstalige onderwijs, staat daar niet zo goed in aangegeven. Wij staan redelijk laag in die rangschikking. En dan heb ik dus, ik ben een aantal statistieken gaan bekijken. En dus, ik heb gemerkt dat vooral de technische scholen in het Franstalig onderwijs het niet zo goed doen. Ik heb dan zelf ook meer en meer contact gehad met jongeren. Ik heb dat zelf gezocht. Ik heb dat contact gehad ook via mijn YouTube-kanaal. Ik heb jongeren van bepaalde scholen geïnterviewd enzovoort, om toch een beetje een idee te hebben over hoe dat er aan toe gaat. En dus, na een lange kweeste, heb ik besloten dat ik een dossier wilde indienen om zelf een school te openen. Ik heb daar lang aan gewerkt. Lang. Ik denk bijna een jaar. En ik heb dat dossier uiteindelijk gestuurd naar de DGEO. Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire. Dat is dus een deel van het ministerie. Ik heb een beetje contact gehad met die mensen. En ik heb dan heel mijn dossier opgestuurd in december 2021. Die mensen, ja, die hebben mij veel informatie gegeven. Maar ik heb dus ook begrepen
dat er niet zoiets is als een soort adviserend orgaan voor mensen die een school willen starten. Dus eigenlijk ben je een beetje alleen. Je moet dat zelf allemaal uitzoeken. En er waren dus heel veel dingen die ik niet wist. Er zijn dus verschillende koepels in België. Je hebt het katholiek onderwijs, je hebt het openbaar onderwijs, dus het staatsonderwijs. Je hebt dan ook echt privéscholen die dan samen zitten onder de koepel Felsi enzovoort. Dus dat is een heel, heel complex gedoe. En de conclusie is dat niemand je echt coacht. Dus er is niet echt een overkoepelend orgaan. Je kan wel op internet kan je een toolbox vinden. Voor het gebouw dat je wil, kan je je daar informeren. En voor de programma's kan je je daar informeren. Maar dat is een hele moeilijke zoektocht. Ik heb dat gedaan en ik heb dan uiteindelijk dat dossier ingediend in december 2021. Ik heb daarvan een bevestiging gekregen. Dus ik heb de bevestiging gekregen dat mijn dossier goed was aangekomen. En dan heb ik uiteindelijk een mail en een brief, denk ik, gekregen van de DGEO om te zeggen, wel, we hebben uw dossier gezien, maar wij zullen u niet verdedigen bij de discussie in het ministerie. Want dus blijkbaar kan dat orgaan, heeft een adviserende functie in het ministerie van Onderwijs. Oké, dus ze hebben gezegd, we gaan u niet verdedigen, want uw VZW is nog te klein, is niet uitgebouwd, er zijn anomalieën, ja, dat was een beetje algemeen, en het enige argument dat ik ongeveer kon accepteren was dat het technisch onderwijs nu aan het hervormen is. Er komt een hele restructurering, hervorming aan in het technisch onderwijs. Maar dus ondertussen lag mijn dossier op het bureau of in het ministerie van Onderwijs. Ik hou mijn telefoon zelf vast. Mijn hand wordt een beetje moe. Wat is nu de conclusie? Dat sinds die datum, dus sinds het antwoord van de DGEO in april 2022, heb ik geen enkel bericht ontvangen. Ik had ook gevraagd aan het ministerie of ik een mini-pitch van 1, 2, maximum 3 minuten kon krijgen om dus mijn project aan de minister uit te leggen. Maar ik heb dat nooit gekregen. Wat ik dus nog wil zeggen is dat dus sinds dan heb ik geen nieuws. En dus ik vraag me af, en nu ga ik misschien mijn vleugels verbranden aan de zon zoals Icarus. Of, zoals je ook kan zeggen, ga ik mezelf misschien in de voet schieten. Maar ik stel me dus de vraag, is het wenselijk om samen te werken met mensen of organisaties die gedurende 2 jaar geen antwoord geven? Maar dus uiteindelijk, daar zal ik later over nadenken. Maar dus, wat wilde ik met mijn school? Wel, ik wilde eigenlijk een kwaliteitsschool, technisch onderwijs. Want wat gebeurt er meestal in België? Ja, je gaat dus naar het algemeen onderwijs. En wat je dus, je noemt dat in het Nederlands ASO. En in het Frans noem je dat le général. En als je dan niet slaagt daar, ja, dan ga je naar het technisch. Maar weinig mensen gaan onmiddellijk naar het technisch onderwijs. En dus mijn bedoeling was om een school te maken, een kwaliteitsschool in het technisch onderwijs. Dus je bent dan zeer goed in je job.
Je bent goed in talen. Hè? Talen zou in mijn school heel belangrijk zijn. En je kan, als je wil, krijg je de kans om je wiskunde bij te werken. Want sommige mensen die dan in de technische school zitten, vinden dat ze niet genoeg wiskunde hebben gehad om dan iets verder te studeren met wiskunde. Een ander element voor mijn school was ook dat ik wil dat die school eigenlijk financieel autonoom kan functioneren. Dus in het begin krijgt die subsidies van het ministerie, maar aan die school zou er een soort cafetaria verbonden zijn waarin leerlingen werken, want leerlingen in het technisch onderwijs willen vaak werken en moeten vaak werken. Toch de leerlingen die ik heb ondervraagd, vaak moeten zij werken om hun familie te helpen te overleven. Nu, dat is allemaal een beetje te stereotyp en te weinig. Ik geef te weinig cijfers daarover. Ik kan dat wel een keer doen. Maar hier is dat meer een globale kijk op mijn eventuele school die er misschien nooit zal komen. Die school zal zich bevinden in het centrum van Brussel. Heel centraal, bereikbaar met het openbaar vervoer. En ja, er zijn nog heel veel elementen, maar ik zou dus een kwaliteitstechnische school willen oprichten. Grégoire, ik maak later nog wel eens een meer gedetailleerde video over wat mijn school net zou inhouden. Maar dus voorlopig is dat een nul project. Ik heb geen nieuws, geen resultaat. Geen perspectieven van, oké, we zullen uw dossier bekijken binnen zoveel tijd. Dus ik heb dat niet. Dus op dit moment, Grégoire, is dat een nul project. Nu, ik heb er natuurlijk ook aan gedacht om een privé school op te richten. Met privéfinancies enzovoort. Maar mijn idee is toch dat onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. En moet gratis zijn. Dus dat moet niet een gesponsorde school zijn waar je betaalt om binnen te komen. Dat is wel het idee. Dus mijn idee is dat moet uitgaan van het ministerie van Onderwijs. Nu, als jullie ideeën hebben, ik sta er altijd voor open. Misschien zal ik wachten tot de nieuwe verkiezingen. Er komen nieuwe verkiezingen aan in België. En zal ik mijn dossier nog eens opsturen naar een eventuele andere minister van Onderwijs. We zullen dat zien. Ik wacht even af. Voorlopig probeer ik mijn frustraties neer te schrijven. Ik ben daar nog niet ver mee. Maar dat helpt mij om de moed erin te houden. Ziezo, Grégoire. Ik wens je een hele fijne zondag. En ik was heel blij dat jij je interesseerde voor mijn eventuele nulproject school. Tot binnenkort. Ik ga nu een koffietje drinken bij mijn ouders. Dag!